ook in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Een goede dag en welkom bij het Extra Journaal in het Nederlands van 13 oktober. Ik ben Maurilio Nobrega en dit zijn de nieuwsberichten voor vandaag. Te beginnen met de situatie in Israël en de Curaçaoners die al daar verblijven. Premier Gilmar Pisas heeft aangegeven dat er alles wordt gedaan om ze terug te halen uit Israël. De ontwikkelingen in het Midden-Oosten zijn reden tot grote bezorgdheid. Op basis van informatie ontvangen van het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk begrepen we dat de ambassade in Tel Aviv en de informatiediensten van het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk iedereen ondersteunt die zich heeft geregistreerd, een Nederlands paspoort heeft en niet uit Israël afkomstig is. Het Nederlandse leger heeft militaire vluchten georganiseerd die in ieder geval vandaag en morgen richting Israël vertrekken om mensen met een Nederlands paspoort die Israël willen verlaten op te halen. De regering van Curaçao doet een dringende oproep aan alle inwoners van Curaçao met een Curaçaose achtergrond die een Nederlands paspoort hebben en Israël willen verlaten om zich te registreren op de website van de informatieservice Buitenlandse Zaken op nederlandwereldwijd.nl of door dit nummer te bellen. Het gaat om het nummer plus 31, het netnummer van Nederland en dan vervolgens 247-247-247. Ik herhaal het netnummer van Nederland plus 31-247-247-247. En morgen op zaterdag vindt er een informatiebijeenkomst plaats in het kader van zwangerschap en het onverwachte verlies van een kind. Morgen dus zal er vanaf 9 uur 's ochtends een interessant seminar plaatsvinden met het thema de impact van zwangerschap en het verlies van een baby. Dit seminar wordt georganiseerd door Our Angels Journey en richt zich op ouders die een baby hebben verloren bij de geboorte. Het seminar begint om 9 uur dus en eindigt om 12 uur en vindt plaats in het nieuwe gebouw van de Nationale Bibliotheek aan de Fokkerweg, waar eerder Automotive gevestigd was. Voor dit seminar zullen twee gastsprekers aanwezig zijn, namelijk Julieta Anthony, psycholoog, en Emily De La Hoz Andrea. Mevrouw Anthony zal spreken over het onderwerp impact op mentale gezondheid, terwijl mevrouw De La Hoz Andrea de economische impact op families zal bespreken. Registratie van deelnemers begint om 19:30 en het begint dus wat later, een half uur later, om 21:00. En de arbeid- en studiemarkt van dit jaar is in het kader van het thema technologie. De studie- en werkmarkt vindt plaats van 14 tot 16 november aanstaande plaats. De markt richt zich op verschillende sectoren met dit jaar een specifieke focus op de technologische sector die dit jaar dus leidend is. Gerelateerd aan het onderwerp technologie zal er een speciale zone zijn waar bedrijven alle aspecten van technologie gedetailleerd uitleggen, inclusief de beschikbare banen in dit vakgebied. Dit jaar wordt de studie- en werkmarkt interactiever om studenten uit te leggen wat elk vakgebied inhoudt, inclusief de werkomgeving en de kansen. Er zullen veel scholen uit Nederland, de VS en Canada aanwezig zijn om presentaties te geven over mogelijke studierichtingen. Bedreigingen door buschaufferen tegen ambtenaren is onacceptabel, dat zegt het ministerie van Vervoer, Verkeer en Ruimtelijke Planning. Helaas heeft het ministerie geconstateerd dat de afgelopen dagen personen die werkzaam zijn in het openbaar vervoerssector, ambtenaren van de dienst Verkeer en Vervoer, hebben bedreigd. Deze personen zijn zo ver gegaan dat ze de ambtenaren hebben bedreigd door hun privéruimte binnen te dringen wat betreft de afhandeling van hun vergunning. De overheid tolereert dit gedrag niet. VVRP geeft aan dat zodra kan worden vastgesteld wie verantwoordelijk is voor deze handelingen, dat deze personen ter verantwoording zullen worden opgeroepen en of hun vergunningen zullen worden ingetrokken. Op deze manier kunnen deze personen niet langer werkzaam zijn in de openbaar vervoerssector. Dit zal worden gedaan in een nauwe samenwerking met de politie. VVRP heeft een serieuze waarschuwing tegen dergelijke handelingen gegeven. Voortaan zullen vergunningen worden ingetrokken van een ieder die zich op deze manier gedraagt bij het ministerie. En een interessant fenomeen dit weekend. Morgen vindt er een gedeeltelijke zonsverduistering plaats. Op Curaçao zal deze alleen zichtbaar zijn als een gedeeltelijke zonsverduistering. In dit geval zal bijna 61% van de zon op het hoogtepunt van deze verduistering worden bedekt door de maan. Deze zogenoemde ringvormige zonsverduistering gebeurt wanneer de maan precies in het midden van de zon en de aarde staat, waardoor het zicht op de zon volledig of gedeeltelijk wordt geblokkeerd.
De laatste keer dat we dit op Curaçao konden ervaren was in 1998. Aanstaande zaterdag, 14 oktober, zal de verduistering beginnen om 12:45 lokale tijd op Curaçao en het hoogtepunt bereiken om 14:30 smiddags. Dit fenomeen eindigt om 4:05, 4:05 smiddags. Veiligheid is uiterst belangrijk bij deze gebeurtenis. De gedeeltelijke zonsverduistering is spectaculair en verbazingwekkend, maar ook zeer gevaarlijk om rechtstreeks te bekijken. Het wordt dringend aanbevolen dat iedereen die de zonsverduistering wil bekijken, speciale zonnebrillen draagt die zijn ontworpen voor dergelijke gebeurtenissen en die overigens ook een ISO-certificering hebben. Dit is namelijk een garantie op de veiligheid van zulke brillen. En het is tijd voor een reclame. We zijn dadelijk terug met nog meer nieuws. Si bono sapa ken ni pa quanto hende botingo hasi compras, bon por hasi compras bon ni presupuestate fin di luna. Untasina? Bota risca di gasta 100 comprando di menos di algo esencial y di más di algo innecesario. Mes costa conta pa nos país. Sin bon data, nos no por planifica. Por ejemplo, quanto adulto mayor tin? Y mucha cuta ba escuel? Quanto tem desabilidade? PCI CBE esta organizar censo 23. Para tur instância com mister de bom informação, por hanhas aqui. Família cooperar, saco censo 23 tá para hanha vista total, correto e anônimo. E família aqui tá cooperar. Abodambe? Para nos aconosta. E nós gaan verder met de nieuwsberichten voor vandaag. De Raad voor Rechtshandhaving zegt dat rechtszaken binnen een redelijk termijn moeten worden afgehandeld. Dit is gebleken uit een onderzoek van de Raad voor de Rechtshandhaving, afgekort RVR. De RVR heeft een onderzoek uitgevoerd naar de zorgvuldigheid bij de behandeling van strafrechtelijke onderzoeken. In de wetten van het land zijn verschillende bepalingen opgenomen die aangeven dat strafzaken binnen een redelijke termijn moeten worden afgehandeld en afgerond. Er zijn verschillende begeleidingsgroepen in de juridische keten opgezet om leiding te geven aan strafrechtelijke onderzoeken, zowel op strategisch niveau als op tactisch en operationeel niveau. Deze groepen geven prioriteit aan en monitoren strafzaken. De RVR is van mening dat het belangrijk is dat deze organisaties gegevens bijhouden over de duur van strafzaken in de juridische keten. Het ontbreken van deze gegevens over de duur van strafzaken in de juridische keten wordt beschouwd als een tekortkoming. De politie vraagt hulp bij het zoeken naar het meisje Courchenelie Kimberly Felicia. Het gaat om de 13-jarige Courchenelie Kimberly Felicia, bijgenaamd Shani, geboren op Curaçao. Op dinsdag 10 oktober, jongsleden, heeft zij haar huis verlaten in de Schillingstraat en is zij niet teruggekeerd. Courchenelie heeft de volgende beschrijving. Een lengte van 1,5 meter, 1,50 meter dus, een postuur tenger, gezicht rond, haar haar is natuurlijk bruin, huidskleur bruin, oogkleur donkerbruin. Toen zij het huis verliet, droeg zij een roze blouse met het Adidas logo erop. De politie verzoekt iedereen die informatie heeft over Shani om contact op te nemen met de politie via het nummer 917 of het anonieme nummer 108. En de politie is op zoek naar Richelon Lac. Hierbij volgt een opsporingsverzoek. De politie vraagt om hulp bij het zoeken naar de man Richelon Jonathan Emmanuel Lac. Op 14 oktober is het precies 2 maanden geleden dat zijn broer werd gearresteerd, die een verzoek deed om hem ook aan te houden bij de politie. Op bevel van de officier van justitie vraagt de politie om hulp bij het zoeken naar de verdachte Richelon Jonathan Emmanuel Lac, 35 jaar oud en geboren op Curaçao. Richelon heeft de volgende beschrijving: een lengte van 1,82 meter, een gespierde postuur, kort haar, donkerbruine huidskleur en een smalle gezichtsvorm. De politie heeft eerder al een oproep gedaan naar deze verdachte en is in sommige gevallen zeer dichtbij een aanhouding geweest. Deze oproep gaat opnieuw uit naar hem om zichzelf aan te geven, omdat justitie geen enkele inspanning zal sparen om hem op te sporen en hem verantwoordelijk te stellen voor zijn daden. De politie doet daarom een oproep aan iedereen die informatie heeft over Richelon om onmiddellijk contact op te nemen met de politie via de telefoonnummers 911, 917 of via telefoonnummer 674-0173. Ik herhaal 674-0173. Je kunt ook bellen naar 911 of naar 917.
En hier volgt nog een opsporingsverzoek van de politie. Het gaat hierbij om de man Taisharino Schermer. De politie vraagt de medewerking van het publiek om te helpen bij het zoeken naar de verdachte Taisharino Capistrano Schermer van 42 jaar oud, geboren op Curaçao. Deze man wordt verdacht van betrokkenheid bij een zaak van overtreding van de opiumwet. Taisharino Capistrano Schermer heeft de volgende beschrijving. Een normaal postuur, een kaalgeschoren hoofd, bruine huidskleur en bruine oogkleuren. De politie verzoekt iedereen die informatie heeft over deze verdachte om contact op te nemen met de politie via de telefoonnummers 911 917 of 724-0173. Ik herhaal 724-0173. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van het extra journaal van 13 oktober in het Nederlands. Maandag zijn we terug. Voor nu wens ik je een fijn weekend toe en een fijne dag.